Voor de moment dacht ik dat bij like 52 minuten was ik, holy shit, 52 minuten? 52 minuten, Nanny? Fuck na. Het moet 100 minuten zijn. Ik ga je alvast één ding vertellen. Terwijl we commentaar doen zijn, kan de eten klaar zijn. Like, ik gok in 20, 30 minuten, dus. Dus zee. Ah, dan zie je dat. Dan zie je over mijn internet ondertussen. Ik vind het al niet echt om te stoppen voor eten of zo. Als je dan een uur lang pauze houden. Maar dit keer eten we pannenkoeken, dus dat is sowieso snap klaar. Geen spinazie of zoiets. Ik hoop het voor je. In ieder geval, bij de PSP-versie krijgen we deze opening cutscene. Ik weet... Ik denk dat misschien wilden ze een DS-versie van Final Fantasy 1 maken, dus... Ik weet niet. Om eerlijk te zijn, deze cutscene ziet er niet zo goed uit. Nee. Vergeleken met andere Final Fantasy cutscenes, dit ziet er heel meh uit. Is Final Fantasy 4 voor de DS krijgt een cutscene dat dingen vertelt. Ik bedoel, de soundtrack is best wel cool. Het is hier gebeurt iets. Wel, het ding is dat de krachtenmodellen zien er heel erg levenloos uit. Ik weet niet wat het is. Maar het is niet zo goed geanimeerd zoals de Cydia cutscene bijvoorbeeld. Nee, maar spannend moet ik ook downloaden, maar voordat ik naar Turkije ga. Ik moet veel spellen gaan downloaden. Ik wil deze die doen voor volgend jaar. Sure, waarom niet? Zou het waard zijn. En hier zie je hoe ik langzaamaan het beeld verandert, zodat het misschien beter uitziet. Alleen dat was een faal. Zoals gewoonlijk. En dus heb ik het twee keer gedaan. Oh my god. Wauw, de editing hier is al geweldig. Oh nee, wacht, dit is een andere. Dat was gewoon de druk die ik kreeg vanwege de laptop. Ik was bang dat hij output kan uitvullen, dus je haastte hiermee. In ieder geval, we spelen de originele Final Fantasy, maar dan voor de PSP. Zoals je kan zien, alles ziet er veel beter uit. We kunnen kiezen tussen... Ga door. Bij het begin kunnen we kiezen tussen wat klasses. Warrior, Thief, Monk, Red Mage, White Mage, Black Mage. Dat is racistisch. Het is grappig dat je dat zegt, Dennis. So, in ieder geval, ik ga de Warrior mijn eigen naam geven. Ja. Yeah. Dit PSP-versie is beter hetzelfde als die van de GBA-versie. De enige verschil zoals je zei, de graphics. En de nieuwe bazen en de timelabyrinth die erbij zijn gedaan. Ja. Yeah. Ik doe een Red Mage naar Ennis. Dus ik heb een Warrior, een Red Mage, een White Mage en een Black Mage. Van de ene kant vind ik het niet erg dat ik een Red Mage werd, maar van de andere kant, ik vind Thief leuker. Warrior's volle naam is Jesse van Voorthuizen. Red Mage's volle naam is Ennis Sefa Alan. White Mage is Racist Privilege. En wat is dan hebben we Didn't Do Nothing. Of hoe ik hem noem, de vernietiger van zielen. Want holy fucking shit, bij dit begin van het spel vermoordt hij alles. Cool. In het begin van het spel deed magie veel meer schade. Later is magie zo set dat bijna geen schade doet. World lies swallowed in darkness. Sorry dat ik over je heen moest praten. Ga door. Want dit is gewoon de cutscene. Darkness is een belangrijk woord in de Square Enix wereld. The winds die. The seas rage. The earth decays, and the fire. Wait, there's nothing happening with fire, but that's one of the four elements. Okay, whatever. But the people believe in a prophecy, basically awaiting its fulfillment. When darkness fills the world, four warriors of light shall come. Sora, Donald en Goofy. Dat zijn drie. After a long journey, four young travelers did at last appear. Dus we krijgen geen backstory van waarom we zijn, wie we zijn en waarom we daar zijn. Maar hey, we zijn de four warriors of light die gewoon random hier langs kwamen bij deze stad ergens. Ja, waarom niet? En we hebben vier kristallen bij ons die we moeten verlichten om de wereld te redden. Straight to the point.
Ga door. Het enige wat het spel wat de PSP versie bij is weereffecten. Wat nou, weereffecten, het ziet er... Je kan de wolken zien, even meer particle effects. Wat het er leuk uit laat zien. De graphics zijn zoveel spoofer dan op de GBA versie. Is net niet eens grappig. Het is echt... Het ziet er heel goed uit op de PSP. Oh ja. Ik hou ook van de soundtrack van het spel. Ik vind het best wel onderrated. Final Fantasy soundtrack. Deze team bijvoorbeeld klinkt heel kalmerend. Deze team, de stadteam. Ja. Zo, weet je, dit spel was eigenlijk gelijk op de NES, dus daarom is deze verhaal echt straight to the point, dus... Ja, het is niet het grootste verhaalding. Het heeft een lore en een wereld dat het opgebouwd heeft, maar... het is geen epic. Nee. In ieder geval, ik koos de Warrior, want de Warrior heeft heel veel aanvalskracht en heel veel verdediging, dus het was het waard. Ja. De Red Mage kan alle magie doen, dus ik ga hem de Agenter maken, zodat de White Mage kan focussen op healen en de Black Mage op aanvallen. Nou, hier is het verschil met de Red Mage tussen de andere twee mages. Het is niet de meester van magie, maar het kan ze alle twee. Dus hij gaat niet echt de krachtigste magie leren, zoals Flare of iets anders. Nee, maar dat is waar de White en Black Mage dus voor zijn. Ja. Ik vond het eerst wat je wilt doen is betere wapens equippen, want je hebt best wel wat geld bij je, wat gil, zoals we dat noemen in de Final Fantasy wereld. En je kan er best wel wat verkopen. Buiten... Nou, ik wil zeggen, ik heb de Red Mage nooit gebruikt, dus ik weet niet precies wat voor wat ik hem moet geven. Wel, de Red Mage is basically like a mix tussen Warrior en de andere die mages, zoals je weet, dus... Het kan zwaarden en zo equipen, zoals de Warrior kan broadsword en zo. En ook heavy, en een beetje heavier armor, dus. Het probleem met White Mage alleen is dat hij heel weinig HP heeft, vooral bij het begin van het spel. De White of de Red? Red Mage heeft heel weinig HP. Ah. Dus bij hem moet je het meest uitkijken. Ik bedoel, ik geef gewoon Blink aan de White Mage, want... het ding met Blink is dat je het alleen op jezelf kan casten, wat nogal lame is. Wat? Je kan Blink alleen op jezelf casten. Geen multi... Heb je dat echt geprobeerd, multicast? Nee, kan niet. Fuck. Het enige echt wat je kan doen is in Viscera halen voor de Red Mage later. Maar dat is later. Nee. Voor nu is het spel nog niet zo moeilijk. We gaan gewoon de random vijanden wat tegenkomen hier en daar. En eerst moeten we praten tegen een van de wachters om naar de kasteel toe te gaan. Ik heb het geprobeerd eerst op te nemen, maar toen fucking viel mijn computer uit. Een leuk feitje, met de... Nou, weet je wat, dat komt later wel voor, wanneer we bij die promotie komen. Welcome travelers. I am told you carry crystals. Is this true? Nee, kom je daar dan weer bij? Wie gaf je dat idee? It's just as Lucan's prophecy foretold. When darkness fills the world, for war is of light. Ja, we weten het. Vertel wat we moeten doen. Your Majesty, we cannot be certain that these people are the warriors foretold by prophecy. And how can we be sure about this? They need to suck your dick. What? I cannot dismiss this as mere coincidence. Crystal Bearers. Dat is een andere Final Fantasy spel. Daar is het. Nou, serieus? Will you rescue my daughter, son? Oh, natuurlijk moeten we de prinses redden. Garland, a knight once of his majesty's service, has abducted Princess Soa. Nou, onthoud de naam Garland, want het wordt belangrijk later. Ik heb wat je daarover had verteld. Was bij ons onthoud? Was bij Pokémon Fire Red. Oh, god. But Garland is the finest swordsman in the kingdom. You can't defeat it. Geen zorgen. Hij is de eerste baas van het spel. Okay. Dat zou een Neptunia grap zijn. Ah, geen zorgen. Hij is de eerste baas. We kunnen wel aan. Dat is wel wel. Nou, omdat we hier zijn, zou je denken dat de koning... Zeg? Wat wil je zeggen? Nee, zeg. Dat is niet belangrijk voor mij. Je zou denken dat de koning iedereen heeft geïnformeerd dat wij hier zijn, toch? Ja. Nee, natuurlijk niet. Heeft dat niet gedaan. Wel, hier is het ding, Jesse. Het maakt niet uit of de koning ze hebt geïnformeerd of niet. De NPC's kunnen maar één lijn zeggen. Ja, maar sowieso, als je fucking mensen door je koningskasteel heen ziet gaan, dan zou je toch iets moeten denken van, waarom zijn ze hier?
Maar dit was op de NES, Jesse. Ze hebben maar één lijn die ze kunnen zeggen. Meer niet. Moet me denken. Like, is dat van een Japanse show? Want dan zou ik het kijken als dat de hele show was. Maar met die stier, het creep, die shot zelf in chambers. Ah, de koningin voelt zich verdrietig, heeft zich opgesloten. Het was like een of andere... Those crystals, could it be? Really, nigga? Ja, natuurlijk zijn wij de fucking strijders. Wat denk je dat we hier doen? Shit. Hij heeft niet veel verteld hoe dat werkt. Like... Nou, het eerste wat ik ga doen is level grinden. Dat is RPG. Nou, ik weet niet. Ik denk niet echt dat ik heb gelevelcrunt toen ik dit voor het eerst speelde. Like, ik ging gewoon direct naar de dungeon. Ik ging gewoon alles die ik daar zag. Ik wil gewoon genoeg geld hebben om alles te mee te kopen, weet je wel. Ah, oh, op die manier. Dat was slecht. Ja, ik grind vaak voor geld in RPG's. Ik val bij het begin van het spel, de vijanden zijn niet zo sterk, ze doen maar één of twee schade. Ik was best wel makkelijk te worden. Die vijanden, in Final Fantasy 2, en ik bedoel ook echt 2, zijn die vijanden handig om te grinden voor je HP en FP. Ik kan niet wat je doet is, maar, weet je wat dan leggen? Kijk wanneer we Final Fantasy 2 zijn. Ah, nu heeft iedereen een level. Dat is nice. Hier is gewoon als iemand een level up krijgt, is gewoon dat iedereen op dezelfde moment level ups krijgt, toch? Ja, tenzij één iemand doodgaat en die krijgt geen XP meer. Fuck. Het is allemaal Anne's schuld. Wat heb ik gedaan? Je zult zien. Hier komen de Goblin Guard. Wat is het verschil? Ze hebben andere kleurtjes? Ja, precies. Ze zijn niet eens zoveel sterker. Nee, volgens mij heb je mij gewoon Red Mage gemaakt, zodat je mij de schuld kan geven op alles. Nee, echt, like, ik wist niet dat... Het is de eerste keer dat ik de Red Witch heb gebruikt. Ik wist niet dat... Ik bedoel, de Red Witch is eigenlijk wel een goede karakter om te gebruiken, want je hebt een goede agenda erbij. Like, de thief, ja. Ik weet niet of ik van de thief moet vinden. De monk is waardeloos in dit spel. Hij krijgt bijna geen wapens. De monk is like... En heck, de promotie die monk krijgt verlaagt zelfs de magische verdediging. Holy shit. Ja, de monk is waardeloos in dit spel, probeer het niet. Gewoon ga voor dief of ga voor red mage. Wil je de challenge mode? Een team vol met monks. En dus dan kun je het spel niet eens meer winnen. Het is like, je moet alles plannen en heel erg veel poisons kopen. Gast, no, laat niet echt mega elixirs kopen, je hebt het nodig. Ja. In ieder geval, deze dungeon kunnen we wat sterker vijanden tegen. De meeste deel zijn ze niet allemaal zo'n groot probleem, maar het is maar één vijand die wat probleem kan zijn de wolven volgens mij. Die kunnen best wel wat schade doen. Ja, deze. Die kunnen wat schade doen, dit punt van het spel. In deze... Holy shit, ik heb weinig HP. Ja, ik weet het. Ik ben eigenlijk gemaakt van papier-mâché. Je bent de Reddit van deze groep, like, Reddit. Like, zelfs Black Mage heeft meer HP dan ik. Holy I know. Shit. Kan die met de Black Mage multicast doen? Of is dat nog steeds een ander volgende Final Fantasy ding? Like multicat? Nee, dat is later. Ja, jammer. Even wel met de... Raar genoeg is Blizzard de level 2 magie. Dat vind ik altijd raar. What the fuck? Ja, Blizzard is een hogere level magie dan de normale magie. Like, ik begrijp wel zaken en zo, maar Blizzard? Like, Blizzard is level 2 magie en Fire en Thunder is level 1. Ja, ik denk dat zelf dat Thunder meer level 2 zou moeten zijn, tenminste, want... Die, like, tussen... Like, vuur en ijs zijn elkaar zwaktes, maar like, Thunder heeft geen zwaktes tussen die drie, dus... Wel, als je erover nadenkt, vuur kan makkelijker mensen vermoorden, waar donder niet of iemand vermoordt. Ah, hier hebben we Warkwolf, hier moet je het meest voor uitkijken, want die gaat veel schade doen. Het kost veel moeite om hem te vermoorden op dit van het spel. En je hebt de papier-mâché, lijkt bij me, dus... Je zou zelfs de eerste die sterft. Eigenlijk, volgens mij kan hij jou... Ik zou kunnen zweren dat hij jou komt one hit KO'en. Ik zou niet verrast zijn met de HP die ik heb. Like, HP is niet alles in een spel, like, waar ik... Like, met zoveel HP? Weet je, vroeger was ik altijd de HP-persoon. Like, zelfs in de televisie bedoel ik uit 3, ik ging altijd voor de HP-boost. Like, ik zie met iemand met veel HP, oké, ik mag deze karakter. De meest belangrijkste ding, nee, er is een gouden regel, en ik denk dat de meeste mensen het weten, like, de gouden regel is, HP en defense maken de perfecte muur. Dat is waar. Als je mis je één van die twee, geluk daarmee, want, like, Mega, je weet toch, Diane,
Dayensi, wat was het nou? Ja, Dayensi. Lijkt normale vorm met reusachtige verdediging. Maar het is shit HP, dus. Het is niet zo goed. Like, iemand zou er zelfs op een, like, wat is dat? Een puff laten en hij zou zelfs sterven. By the way, over verdediging gesproken. De Warrior heeft wel hoge verdediging, maar magische verdediging is iets waar hij niet zo goed in is. Misschien zou de Red Mage daarmee wel hoog zijn. Ja, de Red Mage is daarmee wel wat hoger. Alleen Red Mage gaat sneller dood bij het, vooral bij het begin van het spel. Later krijg je wat betere HP. Maar bij het begin van het spel, holy shit. Ik heb gewoon papier-maché. En we hebben de Mystic Key nodig om een deur hier te openen. Dat is ook niet leuk. Like, weet je, ik denk dat je like, een heel team kan maken met like, Red Mages. Like, je kan een heel team maken met Red Mages, volgens mij White Mages. Ik ben nu al level 5, Pennis. Level 5 en ik heb zo shit aan P. Zo, hoe zit het eigenlijk? Hier komen we een ghoul tegen. De undead. Je kan hem... Zombies hebben meestal niet zoveel HP en je kan ze makkelijk vermoorden met Holy, wat White Mage kan. Of Fire. Dat is ook een leuke Fire option. Is ook super effectief, ja. Nee, hoe zit het eigenlijk like, met opstaan in het spel? Is het anders dan met Final Fantasy 2? Ik kan opstaan wanneer je maar wilt. Ik kan opstaan wanneer je maar wilt. Oh ja, hier hebben we de zombie, de zwakke versie. Ja, we hebben de sterke versie en de zwakke versie in dezelfde plek, hij komt. Zombies zijn een grap in dit spel, ik zweer het je. Samen met goblins. Goblins en zombies zijn de grootste grap in dit spel. Nee, als zombies zo makkelijk zijn te verslaan in de RPG-wereld, waarom zijn ze zo moeilijk te verslaan in de echte wereld? Als je ervan uitgaat, zou het niet moeten kunnen zijn, want ze zijn eigenlijk niet sterk. Hun botten zijn fucking verrot. I know, right? We hebben geen goede spieren meer. Like, al hun vlees is verrotten, de botten zijn nog aan het verrotten erbij, dus... Daarna, like, ze hebben niet zo'n goede denkmogelijkheid als je erover nadenkt, dus... Weet je, ik heb een goede zombie in een echt HD Final Fantasy spel gezien, als ik erover nadenk. Dit is volgens mij je eerste, of je tweede, lijkt me. En dit is je eerste, de tweede was Final Fantasy 2. We zien bijvoorbeeld geen zombies in Final Fantasy 15, weet je wel? Ah, op die manier. Eigenlijk nu dat zegt. Maar heb je niet een 3D-spel of zoiets, weet je wel? Nee, ik heb ook geen zombie like 7, 8. Ik ken... Oh nee. Er is echt geen zombie in de 3D-spel. Ik zou wel geïnteresseerd zijn over hoe dat zou gebeuren. Nu dat zegt, ik heb ook geen goblins in de 3D-spellen. Eigenlijk, er zitten goblins in Final Fantasy 15. Oh, er zijn wel 15. Ik heb er niet een andere, though. Ja, bij dit spel gebruiken ze wat meer typische vijanden van... Natuurlijk is het ook een van de eerste RPG's, natuurlijk gaat het meer de like, typische fantasie vijanden gebruiken. Ja. Yeah. Wat, like, ik ga geen shit vergeven dat dat het doet, want het is een oud spel, natuurlijk gaan ze hun oude verhaalpunten gebruiken. Ja. Yeah. Zelfs dan kan het verhaal compleet bullshit zijn bij het einde van dit spel. En hier komen we de prinses tegen met wat vleermuizen. Maar de vleermuizen doen niks, ik weet eigenlijk niet waarom ze daar zijn. Vleermuizen zijn geen fans in dit spel, toch? De vleermuizen. Nee. The king will have no choice but to exchange the kingdom for his daughter's life. Colenia will be mine. Wacht, is dat niet Golbez? Nee, dat is Scarlet, Dennis. Hij lijkt op Golbez heel erg veel, zoals je zei. Ja, hij lijkt ook heel veel van die karakter, niet soms. Nou, I, Garland, will knock you down. Oh ja, dat is een ander spel die ik moet spelen als ik in Turkije ben. Final Fantasy 4 DS. Ik vind het spel ook, ik vind deze team ook wel leuk. Ziet de beste baas team uit toch wel redelijk goed. Hey, maar weet je wat het verschil is tussen Golbez en Garland? Golbez is eigenlijk competent. Golbez is like dubbel zijn lengte. Ja, een competent. Maar Garland is niet echt bepaald competent in dit lijken. Hij is makkelijk te verslaan. Waar, en als hij eerst een badass zwaard, niet zoals in Dissidia. Je lijkt net alsof hij sorry wil zeggen. Like, oké, ik begrijp het, hou van op de maat te vallen. Ik hoef niet meer. Maar ik verdedig zichzelf met een cape. Dat is de white bitch valt hem aan. Dit is like, stel je voor, iedereen staat gewoon rondom hem heen te schoppen. Like, why are you doing this? Because we're the Warriors of Light! maar Garland is niet echt bepaald moeilijk. Like, gewoon cast protect op iedereen met red mage. En
volle maan. En daar gaat het. Like... Ja, het bestaat. Ja, Garland is die echt wel, hij is de eerste baas. Ja. Ik heb niet veel moeite voor hem te doen. Het begin van het spel is ook wel makkelijk. Nou, het meeste van het spel is best makkelijk. Het is pas eigenlijk de postgame dat best wel moeilijk kan zijn, soms. Soms. Ik heb gewoon met één superbaas echt moeite. De andere waren best wel makkelijk met mij. De enige uitdaging dat ik hier heb, is het feit dat mijn computer uitgaat op een random tijd. En dan moet ik het hele fucking ding opnieuw doen. In feite, op dit punt van de commentaire is het spel nog steeds niet voorbij. Het zou voorbij zijn als mijn computer zou werken. Maar blijkbaar hebben ze power supply niet. In ieder geval, de koning is heel blij dat ze zijn dochter hebben gered. En nou gaat hij de brug voor ons bouwen, dat hij lang nog niet meer heeft gebouwd, zodat we verder kunnen gaan met ons avontuur. Maar ja, ze bouwen in een paar minuten de fucking brug. Waarom de fuck deze niet eerder? Ze kunnen brug... Like, waar is die magie? In het echte wereld. Die hebben we pas echt nodig. We kunnen ze zien om dat we de brug bouwen. Ik weet niet echt hoeveel cutscenes ze hebben laten zien in het originele NES-spel. In het NES-spel? Ik verwacht niet veel. Ja. Nou, nee, duur, ik heb er een spel van gezien, maar dat is lang geleden. De eerste spel is denk ik heeft echt veel problemen. Van wat ik had gelezen. En hier krijgen we de loot. Wat doen we ermee? Dat is een goede vraag. We loot het. Nee, dus wat doen we ermee? Dat is een goede vraag. We krijgen geen goud, we krijgen ook geen wapen of zo. Waarom? In ieder geval, we kregen net een key item waarmee we key item dingen kunnen doen. Laten we nu verder gaan met onze avontuur om de One Piece te vinden, wacht. Nou, kom op, dan had je een betere naam kunnen geven, Jesse. Zie je die brug daar? Laten we dat fixen. Orders from His Majesty! We're to do our part to fulfill Lucan's prophecy! Now get on with it! Hurry up! Move! Move! Build! Build! Fix! Fix! Ow! Ow! My head! You're fucking hitting my head with your hammer, you fucking scrub! Wow. This like... This is such a What does this bridge have to do with the prophecy? What does this bridge have to do with the prophecy? Don't ask questions, just do it! Just oh, where's the lights are here? They're here, Corlenia! waarom klinkt alles zo luid? Even voordat we dat gaan doen, laten we hier wat items pakken, wat items kopen. En dan verder met ons avontuur gaan. Wat was de magie eigenlijk? Wat was de magie die Black Mage eigenlijk kon leren? Like Fire Thunder, wat was nog meer? Like, wat nog meer kon Black Mage leren? Like, hij kon Fire Thunder, wat nog meer? Hier. De Black Mage kan Fire Thunder, ik denk Temper leren? Nee? Ik denk Temper? En er was een andere aanval, maar dat kan ik niet herinneren. Dat zullen we wel zien, wanneer we weer verder kijken. En zo, de quest began. Als de Four Wars of Light, they felt overwhelmed by the great test designate placed before them. Wat ben je aan het doen? Nee, ik gewoon aan de Final Fantasy 4 Let's Play die de SGB had. Like, elke keer wanneer die persoon stopt met één lijn, hoor je gewoon iemand die zegt ping. En dan volgende bladzijde. They did not even know the true significance of the four crystals they held in their hands. Bing! Volgende bladzijde. Aha. The crystals of that once. Bing. Long ago held a light that... Bing. Holy shit, this text scrolls slowly. Shone so brilliantly. Bing! Shut the fuck up! This is the enige keer. The time for the journey had come. Bing! Kill me! Bing! The time to cast off the...
Hou je fucking op! Of darkness and bring the world once more into light. Ping! Ik wist dat je dat ging fucking doen! Stoppen! Jammer te! Dat is waarom communisme nodig hebben. I didn't do nothing. Nee, didn't do nothing is onze black mage, Ennis. Jij bent Ennis. Jij bent een red mage. Gewoon, stel je gewoon voor, de Mario loopt gewoon over die brug met een boek die aan het voorlezen is, toch? Mm-hmm. En dan vervolgens ben ik gewoon de hele tijd die ping aan het zeggen, dan sta je gewoon op mijn hoofd. Dat is wel... ja, hij is de boek schrijven, dan zit jij de tijd op te storen. Hou je kop! Op, slaat je met de zwaar. Ja. Hij slaat je met Excalibur. Oh. Het is like, shut the fuck up. Waar is die wapen? We krijgen pas in het laatste... Bij het punt van het spel. Ik Unlimited Blade Works, motherfucker. Godverdomme, je bent Shiro ook al.